De schaakvereniging Almelo is opgericht in 1931. Dus we hebben 2 jaar geleden hebben wij ons 90-jarig jubileum gehad. Wij zijn de grootste vereniging van Overijs. We hebben nu meer dan 100 leden. En dat is vooral de laatste jaren eigenlijk een beetje toegenomen. Voor de corona zat het ongeveer 75 leden. Maar ik denk dankzij corona, want al die mensen gingen schaken online. En toen was het corona voorbij. Ja, ik wil natuurlijk wel echt schaken. We hebben een grote jeugdafdeling. Jeugd is een beetje een speerpunt van onze vereniging, want we vinden het heel belangrijk dat we veel jeugd hebben. We hebben ook een speciale iemand die voor alle scholen afloopt om daar les te geven. En zodoende krijgen we steeds meer nieuwe aanwas van jeugd, wat steeds binnenkomt. Ja, en dat is wel belangrijk. En we zijn echt een levendige vereniging. We hebben hier gigantische leuke faciliteiten, omdat wij namelijk heel veel jeugd hebben. En die krijgen allemaal lessen. 5 lessen. En er moeten allemaal aparte ruimtes voor zijn. En die hebben we hier gewoon. Grote ruimte voor de schakers zelf. En het voordeel is, na het schaken kunnen we naar de bar. Het is een aparte ruimte. Waar we dus ongestoord nog een gezellig biertje kunnen drinken. Verder spelen we natuurlijk een interne competitie hier. Met een systeem wat iedereen behoorlijk goed vindt. We hebben ook externe teams. We hebben SBO-competities waar viertallen spelen. En we hebben 2 teams in de landelijke competitie. Die zijn dus de beste van onze vereniging, die spelen daar. Interne competitie is zo dus een systeem wat we eigenlijk zelf gebouwd hebben. Dat betekent dat alle leden spelen in 1 competitie. En dat doen ongeveer zo'n 65 doen daar mee in de interne competitie. Jeugd mag meedoen als ze willen. Dat is geen probleem. Spelen mogen gewoon meedoen. En we hebben dan een systeem dat iedereen in principe speelt. Elke week wordt er een indeling gemaakt. Nummer 1 tegen 2, 3 tegen 4, enzovoort. Wij zijn hier vanavond op de schaakvereniging. Een van de grootste schaakverenigingen van Overijssel. In ieder geval qua jeugd. We zien 40 kinderen fanatiek aan het schaken. Nu een potje snelschaak bij de interne competitie. Ze hebben net allemaal les gehad van zeer getalenteerde trainers op 5 niveaus, stap 1 tot en met 5. En ja, eigenlijk is hier elke week gezelligheid en veel leren. En als je wint soms, je verliest, maar als je verliest heb je wat geleerd. Dus veel schaakplezier voor alle jeugd uit Almelo en de verre omgeving. Ik gooi het schaakstuk naar de volgende vereniging.